Welkom bij deze handleidingvideo van de Big Bag Handling Solution van Indus, de NEVA. De oplossing kan worden gebruikt voor het vullen, transporteren, stapelen en legen van big bags. In de komende minuten leggen we uit hoe dit product gebruikt dient te worden. Elke Indus NEVA bestaat uit een kunststofdek van 120 bij 120 centimeter. Met vier palen die in de hoeken geplaatst worden. We beginnen met de uitleg van het dek. Het belangrijkste onderdeel van de NEVA is het 30 kilo zware kunststofdek, waar de Big Bag op komt te staan. Er is zowel een non-food als een food variant. Gemaakt van respectievelijk gerecycled en virgin polypropyleen. De draagcapaciteit van het dek is maximaal 1500 kilo. In het midden van het dek zit een gat met een schuif waar de losslurf van de Big Bag doorheen kan, om zo de Big Bag te legen. De schuif maakt gedoseerd legen mogelijk. Deze kan eenvoudig geopend en gesloten worden met de hand. Aan de onderkant van het dek bevinden zich anti-slip caps voor extra veiligheid bij het rijden met een vorkheftruck. Het dek is zo ontworpen dat bij het stapelen deze zich automatisch centreert op de palen waar deze opgezet wordt. De Indus NEVA voldoet aan de hygiënevoorschriften doordat deze volledig te reinigen is als gevolg van het ontwerp van de open ribstructuur. Nu volgt een uitleg van de vier palen ter ondersteuning van de Big Bag. Aan de bovenkant van het dek zitten in de hoeken vier ellipsvormige gaten. Hier worden de palen ingeplaatst. Met, let op, het haakje aan de buitenkant. De palen van de Indus NEVA zijn verkrijgbaar in elke hoogte, afhankelijk van de door u gebruikte Big Bag. Als de Indus NEVA niet gebruikt wordt, bij een dal in productie of bij transport, kunnen de dekken gestapeld worden en kunnen er per dek 40 buizen ingeplaatst worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer dan 100 systemen in één full truckload verscheept worden. De Indus NEVA is het meest geschikt voor big bags van 95 bij 95 tot en met 100 bij 100 centimeter bodemmaten. Afhankelijk van uw situatie biedt Indus verschillende paalvarianten. Twijfelt u of uw big bag in het systeem past? Vraag het gerust aan een van onze medewerkers. Wanneer gebruikt u welk product? Situatie 1. Gebruikt u volle big bags en wilt u grote hoeveelheden product opslaan? Dan is de ratelkop uitermate geschikt. Situatie 2. Als u zelf uw big bags vult in het systeem en deze ook weer hieruit wilt legen, stellen wij de veerkop voor. Situatie 3. Vult en leegt u de big bag met gebruik van het systeem, maar zijn uw big bag maten smaller dan de optimale maten? Kies dan de rolveerkop. Hoewel elk product een andere werking heeft, is elke Indus NEVA minimaal geschikt voor het veilig transporteren en efficiënt opslaan en legen van big bags. De eerste stap bij het in elkaar zetten van het product is het op een vlakke ondergrond plaatsen van het dek. Hierna kunnen de palen in de vier hoeken geplaatst worden. Het is belangrijk dat altijd eerst de palen geplaatst worden voordat er een big bag ingeplaatst of ingehangen wordt. Dit om te voorkomen dat de palen niet stevig of onvolledig in het dek geplaatst zijn. Plaats de vier palen in de hoeken. Let op dat bij elke paal het haakje van de konus naar buiten wijst. De katrol van de rolveerkop moet naar binnen wijzen. Nu de Indus NEVA klaar is voor gebruik, kan er in ons eerste voorbeeld een volle Big Bag ingezet worden. De ratelkop is zoals eerder besproken het meest geschikt om deze volle Big Bag op zijn plaats te houden. Pak met een vorkheftruck de Big Bag aan de vier hijslussen en til deze boven het systeem. De Big Bag kan nu in het midden van het dek tussen de vier palen worden geplaatst. Nu kunnen de hijslussen over de vier palen worden gedaan en de ratellosjes op zijn plaats worden gezet met de hand. Trek deze niet te hard aan, zodat de ratels niet springen bij het vervoer. De Indus NEVA is over het algemeen uitgerust met een veerkop als er gebruik wordt gemaakt van lege big bags.
hangt de Big Bag aan alle palen, door de hijslussen over de kop te trekken. Let op dat de hijslus volledig over de oranje haken en onder de zwarte haken zit in verband met scheuren bij vullen. Trek nu de poeler naar onderen en draai deze aan de onderkant zodat deze gelokt zit. Let op, het vullen van een Big Bag in een ratelkopsysteem is mogelijk. Maar zorg ervoor dat de zwarte ratels goed aan de bovenkant van de paal zitten. Anders springen deze bij het vullen van de Big Bag. De Big Bag kan nu veilig gevuld worden. Zorg er bij het vullen van de Big Bag voor dat alle hijslussen goed zijn bevestigd, het knoopje van de losslurf zich boven de schuif bevindt. De Big Bag kan nu gevuld worden. Bij de veerkop zullen de veren bij het vullen op spanning komen te staan, zodat deze de Big Bag weer omhoog trekken als deze geleegd wordt. Nu de Big Bag in het systeem staat, kan deze verplaatst worden naar de opslagruimte. Een van de meest unieke functies van de Indus Neva is dat het systeem het stapelen van Big Bags mogelijk maakt. Gestapelde Indus Neva's kunnen maximaal 6 ton totaalgewicht dragen of tot 7 meter hoog gestapeld worden. Het aantal gestapelde Big Bags hangt dus af van de hoogte van de Big Bag. Om het stapelen te vereenvoudigen zitten er aan de onderkant van het dek in de hoeken bolvormige contravormen. Deze functioneren als zoekfunctie om de heftruckchauffeur goed te begeleiden bij het centreren van het dek op de palen eronder. Gestapelde Indus Neva's bewegen altijd licht heen en weer, zodat de palen niet kunnen breken. Dit is uitvoerig getest en gecertificeerd. Naast het stapelen van Big Bags verbetert de Indus Neva ook de logistiek van Big Bags. Het systeem houdt Big Bags stabiel tijdens transport. De Indus Neva kan met verschillende soorten heftrucks vervoerd worden, waaronder elektrische vorkheftrucks, stapelaars en pompwagens. Voor een pompwagen of elektrische vorkheftruck wordt het dek met 2 open zijden aangeboden, zodat hier makkelijk van 2 zijden ingereden kan worden. Let op dat bij een dek met 2 open zijden de draagcapaciteit per systeem maximaal 1000 kilo is. Voor een gewone vorkheftruck is het standaard dek geschikt. De productieruimte kan efficiënter benut worden met behulp van de Indus Neva en bijbehorende frames. De Indus Neva kan namelijk als mini-silo gebruikt worden. Hier zie je een eenvoudig frame waar bijvoorbeeld een container of emmer onder geplaatst kan worden voor dosering, verwerking of afzuiging van materiaal. Met behulp van de schuif kan er gedoseerd geleegd worden en daardoor kan altijd de juiste hoeveelheid van uw product verder verwerkt worden. Indus biedt voor elk materiaal een leegoplossing. Van een eenvoudig frame voor goed stromend granulaat tot een geavanceerd Big Bag leegstation voor brugvormend poeder dat stofvrij geleegd moet worden. Vraag ons hier gerust naar. Als de Neva geleegd is, niet gebruikt wordt of leeg vervoerd dient te worden in een vrachtwagen of container, is het mogelijk om deze op een beperkt oppervlakte op te slaan. Er passen 40 palen in het dek en de dekken kunnen eenvoudig op elkaar worden gestapeld. Zo kun je met een hoogte van 2,5 meter al 10 lege Neva's op het oppervlakte van 2 volle kwijt. Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Indus. Of kijk op www.indus-bulklogistics.com.